Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Ik gooi geen handdoek in de ring, je ziet me zweten. Al die munten die verander ik in paper. Zeg waar was je toen we stonden in de regen? Hey Janet, leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag. Welke datum? Zondagdag. Wacht. Snap je? Nee. Zondag. En het is 2 juni. En als je heel veel zin hebt in deze vlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag zondag en het is, wordt vandaag 30 graden. Ja. Dus Mick en ik gaan samen naar het strand. Heb je er zin in? Ja. En dit is de eerste keer dat we samen naar het strand gaan. Nou, ik kom echt vol door jou, want jij zeg maar een beetje hier in Wassenaar woont. Ik woon zo'n beetje op het strand aan, weet je. Ik ga altijd naar het strand, maar jij niet. Maar wat we dus, we gaan eerst heel even wat eten halen bij de supermarkt. En dan gaan we richting het strand. Zin in. En het is nu 27,5 graden. Oké, Mick en ik zitten in de auto onderweg naar het strand. We staan al 10 minuten stil. Ja, gewoon langzaam rijdend en nu stil. En iedereen is aan het omkeren. Maar wij willen gewoon per se weten of het vol is of dat gewoon mensen klaar zijn op het strand. Vermoeiend, hè? Echt vermoeiend. Ik voelde dat er zand in mijn lens zat. Oké, Mick en ik zijn al een tijdje op het strand. En we lagen eerst echt in het zand. Maar dat ging niet echt helemaal top. Dus we zijn nu gewoon bij een strandtent gaan zitten. Mm-hmm. En het is echt heel erg warm. Maar wel heel erg lekker. Lekker. Heeft het Curaçao zo 30 graden lekker of zo? Want dan wat ze maar zeg maar wat weet. Ja, maar we liggen nu helemaal uit de wind, hè? Ja? Dan moet je wel helpen blijven bedenken. Mick en ik zijn alweer een tijdje terug van het strand. Ik weet niet of ik op het balkon had gefilmd eigenlijk. Geen idee. Dat is het laatste wat ik heb gefilmd. Maar Mick is nu naar huis en ik heb me even gedoucht en me even klaargemaakt. Want ik ga nu namelijk met vriendinnen eten in de stad. Dus ik dacht, ja, dan moet ik wel even douchen en allemaal dat soort dingen. Dus dat heb ik even snel gedaan. En ik ga zo meteen mijn nieuwe tas meenemen. Wat ik aan heb is dit topje van Chiquel. En deze is van Forever 21. En dat doe ik denk ik mijn Supergas eronder. En dan met mijn nieuwe tas. Dit is natuurlijk een nieuwe weekvlog. Dus jullie hebben de tas helemaal niet gezien. Tenzij je de weekvlog van vorige week hebt gekeken. Maar ik heb dus deze tas van Mick gekregen. En ik ben er echt heel blij mee. Echt heel mooi. Dus ik ga nu even snel mijn spullen pakken. En dan ga ik richting de stad met Am. Oh, en daar is Amber. En daar is Imme. En we gaan nu uit eten bij Am. Morgen niet. Ja. Morgen wel. Wat moet je anders? Goedemorgen. Het is vandaag maandag 3 juni en het is nu, even kijken hoe laat het is, 9:15. Ik moet over 5 minuutjes weg, want ik moet zo naar school toe. Ik heb om 9:00 de trein nodig en dan om 9:30 heb ik school. En ja, ik heb volgens mij tot 2:30 les, omdat er wat dingen zijn verschoven. Dus dat is wel erg fijn, anders was ik veel later uit. En na school moet ik eigenlijk gelijk gaan leren, want ik heb deze week pedagogiek en aardrijkskunde. Dus dat eigenlijk. En ik zal nog even snel laten zien wat ik aan heb. Ik heb deze top aan van Naked. En een broekje van, geen idee eigenlijk. En daaronder doe ik mijn Sandra schoenen. Of zou ik ga misschien een ander topje aan doen. Dat ga ik nu eventjes doen. Ik ben terug van school. En ik heb even snel wat anders aangedaan. Dit is Mix oude werkshirt. En ik ben de vlog aan het editen. Want die moet over een half uur online staan. Dus ik hoop dat hij op tijd is. Ik had vandaag muziek, geschiedenis en drama. Dat is wel leuk. Alleen ik moet om 5:00 weer werken. Dus ik dacht die vlog moet nu even geëdit zijn. En dan vanavond uitwerken om Mick mij ophalen. En dan gaan we samen nog even leren. Dus dat eigenlijk. Het was echt stom. Want ik had best wel leuke dingen om te filmen vandaag op school. Alleen ik had zelfs mijn camera vergeten. Dus ik ga nu even snel de vlog verder editen. Ik ben al een hele tijd terug van werken. En Mick is bij mij. En wat zijn we aan het doen? Ja. Aan het leren. Topo aan het leren voor mij. En Mick is me heel goed aan het helpen. Maar ik wil niet meer. Kom. Zullen we daarna een maskertje proberen, een nieuwe?
Ik heb een hele doos met maskertjes gekregen. En ik wil extra een beach cake en popcorn. Oké, okay. Geld als beloning. En Red Bull. Red Bull. Met X on the Beach. Wodka. En, ik zie er maar niet uit. Jawel. Het ziet altijd maar uit. Lijkt me wel. Het is vandaag dinsdag en ik heb me net opgemaakt. Ik moet over een kwartiertje weg voor school. Dan heb ik eerst een paar mentoruren. Oh, ik moet wel even nog mijn haar doen. Dan hebben we eerst een paar mentoruren. En daarna hebben we kunsttraject. En dan gaan we volgens mij naar het bejaardentehuis. En dan gaan we daar liedjes zingen en zo. Dus ik zal mijn camera meenemen. Ik weet niet of het lukt om iets te filmen. Maar dat eigenlijk. En ik heb voor het eerst weer oogschaduw opgedaan in mijn hele leven. Maar oké. Okay. Ik ga in ieder geval spulletjes pakken. En dan ga ik richting school. Lekker met de bloemen op stap. Oké, okay. Ik ben op school. Ik zit nu achterop bij Floor. En Floor heeft even bloemen gehaald. En we gaan zo meteen gaan we naar het bejaardentehuis. En wat we dan gaan doen, is we gaan zingen voor oudjes. En daarna moeten zij ons liedjes gaan leren. En die liedjes moeten wij dan weer gaan oefenen in de klas. Jezus, wat doe jij? Sorry. Ik dacht dat ik mocht. 8:30 en ik ben net terug van werk. Ik had tot 6:30 school en toen ben ik gelijk naar werk gegaan en ben nu net terug van werk. Dus dat was een beetje haasten. En het laatste wat ik heb gefilmd was dat ik op de scooter zat en dat we naar het bejaardenhuis gingen en we gingen daar liedjes zingen. En het was echt heel erg gezellig met die oudjes, dus dat was wel echt leuk. En ik vind het stom dat ik daar niks kon filmen. En toen gingen we liedjes zingen en daarna hadden we daar een opdracht mee voor op school. En ik heb net volgens mij de laatste items ontvangen van Zavo. Dus ik ben heel benieuwd of jullie daar een video van willen zien. Met bikinis en gewoon andere producten. En nu ga ik even snel wat eten en daarna moet ik leren, want ik heb morgen pedagogiek toets. En ik moet ongeveer nog alles doen. Het is vandaag woensdag. Ben ik scherp? En ik moest eigenlijk nu op school zijn, maar ik heb de eerste paar uur sla ik even over. Die zijn wel verplicht, maar ik ben naar alles geweest en het was de laatste les. En ik merk zo erg dat mijn concentratie weg is voor dit jaar. En ik moet nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nog 9 toetsen. Waarvan ik er vanavond 1 heb. En ik heb een hele goede samenvatting, alleen ik heb het gewoon nog niet geleerd. Dus ja, en ik moet vanavond als ik terug ben dan weer topo leren. En ik zit er gewoon allemaal heel erg tegenop. En ik laat de hele tijd alles vallen. Kijken, waar is het nou? Daar. Dus ik heb al echt 100 dingen gedaan om het uit te stellen. Ik heb mijn nagels net gelakt. Ik heb mijn make-up net gedaan, terwijl ik pas over 4 uur op school hoef te zijn. Want we hebben straks een uitje naar cultureel erfgoed in Leiden. Dus ik ben heel benieuwd. Ik wilde vanavond ook met make-up spreken, maar dat kan niet. Dus ja. Maar ik ga even snel kijken, want ik had gisteren een pakketje van Zavo met de laatste items. Even kijken wat er snel in zit. En dan ga ik gewoon echt 3 uur die-hard leren. Oké, ik ben echt verschrikkelijk qua concentratie. Het lukt me gewoon niet. Dus ik ga straks moet ik naar school. En over een uurtje moet ik ongeveer weg. Dus ik dacht ik ga nu even eten en me omkleden. Ik weet eigenlijk ook niet wat ik wil eten. Oh, ik ben echt verschrikkelijk. Het is het laatste van het jaar. Oh, maar ik kan gewoon niet meer. En ik moet vanavond, heb ik om 7:30 heb ik die toets. Dan ben ik om 9:00 thuis en dan moet ik nog alles gaan leren voor aardrijkskunde. Dat is ook niet echt heel fijn. Dus ja. Ik ga in ieder geval wat eten maken. Oké, ik heb me alvast aangekleed voor school. Top aan van Naked. En een broek aan van Naked. En deze riem. En ik doe zo meteen mijn nieuwe tas erbij. Want ik heb toch alleen maar dat we naar het museum gaan. En ik ga nu echt iets eten. Dat is verschrikkelijk. Ik heb echt mijn dag niet. En ik heb 2 echt een belangrijke dag vandaag. Maar ja.
Oké, ik ga nu onderweg naar school. Ik heb net nog even snel 2 items op United Wardrobe gezet. En deze jas. Ik weet niet of ze er nog zijn, maar je kan altijd even kijken. En ik ga nu snel ook nog onderweg even een pakketje van United Wardrobe op de bus doen. Dus jullie zien mij straks op school. We zijn nu in... Ja, ze heeft alles al bij elkaar gedaan. Oké, we zijn nu bij Erfgoed Leiden. En we gaan nu de rondleiding doen. Hoe heet dat? De rondleiding van groep 8. Dus we hebben nu een kist gekregen. Hey Vos! Zeg even hoi tegen jezelf. Nee. Maar dus we hebben verschillende kisten. En dan heb je verschillende kinderen die hebben geleefd in de oorlog. En zijn vader is lid van de NSB. En dan moet je de verschillende mappen moet je dan bij Kees vinden. Zullen we de envelop openen? Nee, dat mag alleen. Oh, sorry. Als ik toestemming. Maar we hebben die andere groepen nodig. Oké, strikt geheim. Pas open als het gezegd wordt. Mag dit? Ja, het is al goed. Hebben jullie al goed geleerd voor pedagogie? Nee. Ik ook niet. Oké. Oké, let op. Kees moet van zijn vader collecteren voor de winterhulp. Hij heeft een collectebus en dan moet hij omgeven in ruil voor een dubbeltje. Ga bij een ander groepje langs en leg uit waar je geld voor opgehaald. Waar halen we eigenlijk die geld voor op? Staat dat daarin? Ja, voor de winterhulp. Oké, ik heb net mijn pedagogiek toets gemaakt. En hij ging echt zoveel beter dan ik had verwacht. Dus, er valt echt een soort van last van mijn schouders. Alleen ik moet dus nu nog alles gaan leren voor aardrijkskunde, want ik heb morgen aardrijkskunde. Dus dat is wel een beetje rot. Maar ja, ik heb in ieder geval pedagogiek gehaald, denk ik. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus ik ga nu naar huis rijden en dan ga ik leren voor aardrijkskunde. Het is vandaag donderdag en het is 7:45. Ik ga nu onderweg naar stage. En ik denk dat ik alleen in de ochtend ga, want ik heb vanavond mijn aardrijkskunde toets. En ik was gisteren echt een beetje te moe om te leren. Ik heb deze trui aan van Naked en een broek van Naked, weer helemaal Naked. En ik ga nu richting mijn stage school. Oké, ik ben net terug van stage. En ik moet nu gelijk door met leren, want om 5:00 heb ik dus mijn toets. En het is zo lastig om een soort van die knop om te zetten van ik ga nu gelijk leren. Mijn vader is even een tosti aan het maken voor mij. Heel lief. En dan moet ik echt heel snel gaan leren. Het is nu 2:10 en ik heb om 5:00 mijn toets. Oké, ik ben terug van mijn toets en ik hoop echt dat ik een 6 heb, maar ik durf het echt niet te zeggen. Maar vorige keer had ik een 5 zonder iets te leren echt. Dus ja, en ik had nu best wel goed geleerd. Dus ik hoop dat het nu een 6 is. In ieder geval, ik heb net een pakketje van AliExpress gekregen, dus die ga ik even openmaken. En misschien ga ik straks naar de sportschool. Misschien. Wat er in het pakketje zit zijn oorbelletjes. En ik dacht, dit is gewoon heel handig voor mijn tweede en derde gaatjes. Het is vandaag zaterdag en het is al 6:00 geweest. Ik moest vanochtend werken en dan ben ik altijd echt super moe. Dus dan heb ik de hele tijd in bed gelegen en ik heb me nu even opgemaakt en aangekleed. Ik doe hier zo meteen nog een jasje overheen. Maar dit is eigenlijk een pyjama topje. En voor de rest, ik ga vanavond bij Mick zijn vader eten. En voor de rest gaan we in de avond, weet ik nog niet wat we gaan doen. Ik moet eigenlijk ook echt de vlog editen, want ik weet niet of ik morgen een nieuwe moet gaan beginnen. Of dat die eigenlijk nog wel hier aan vast kan. Dus daar moet ik even naar gaan kijken. Ik ga in ieder geval nog even omkleden en mijn spullen pakken. En dan ga ik richting White zo hard. Het is echt niet normaal. Ik heb de auto niet op slot gedaan. Maar ik ga dus nu even bij de Dirk een drank halen. En dan ga ik onderweg naar Meek. En het is echt gewoon koud. Het is echt niet te doen. En er liggen allemaal boomstronken gewoon overal. Dus ja. Ik ga in ieder geval even drinken halen. Okay. Meek en ik zijn weer terug. We gingen net even wat eten. En Meek is nu op de badkamer. Meek, je moet weer even in mijn vlog komen. Het is heel lang geleden. En ik moet ook naar de wc. En Mink en ik hadden drank gehaald. Nou, ik had drank gehaald. Alleen, we gaan niet drinken, want we hebben geen zin. Toch? Niet welkom. Nee.
Jawel. Kun je niet even een verhaal vertellen? Wat moet ik vertellen? Weet ik niet. Wat gaan we maandag doen? Naar Walibi. En wat gaan we nog meer doen? Ik weet niet. We gaan naar Walibi, wist ik. Zo dan? Ik weet niet. Ik vind mijn vlog zo saai de laatste tijd elke keer. Oké. Doei. Oké, ik heb ook nog 2 pakketjes van AliExpress, zie ik nu. Ik heb geen idee wat erin zit. Ik bestel dit zo absurd veel. En het komt altijd na een maand of 2 maanden aan. Ik had laatst ook echt, toen had ik voor 10 euro dingen besteld. Bij dezelfde verkoper, maar dat heb ik niet gekregen. Dat vind ik wel super stom. Waarom heb ik dit besteld? Ik vind het eigenlijk helemaal niet heel leuk. Dat heb ik ook soms zo vaak. En het lijkt het op het plaatje zo leuk. En als ik het dan krijg, dan denk ik... Nou, dit heb ik niet besteld. Wat een onzin. Wat is dit überhaupt?